De ASO van deze week rijdt in Leerdam en is een roekeloze bestuurder. Hij komt rechts in beeld keihard aanscheuren, waarbij hij het overige verkeer finaal over het hoofd ziet. De wagenas rijdt zo hard dat de bedrijfswagen op de zijkant belandt. Het is eigenlijk niet te bevatten hoeveel geluk deze kamikaze-bestuurder heeft gehad. Want een tiental seconden na dit heftige ongeval klimt hij zonder verwondingen zelfstandig uit het voertuig. Wat minder goed komt het voertuig van deze ASO er vanaf. Maar de inzender van de video laat aan ons weten dat het bedrijf van deze stuntpiloot niet veel later de wagen op is komen halen. En dat beide partijen alles netjes met elkaar hebben afgehandeld. Natuurlijk hebben we ook netjes het betreffende bedrijf gebeld in het kader van wederhoor. Maar daar wilde niemand inhoudelijk op het voorval ingaan. En dus is ook niet bekend of er sancties volgen voor deze levensgevaarlijke snelheidsduivel. Eind goed al goed dus, maar laat het een les zijn voor alle roekeloze bestuurders om altijd goed op te blijven letten. Ook al is het nog zo rustig. Ook iets bijzonders gefilmd op de weg? Mail het ons via verkeer@telegraaf.nl en wie weet komt uw video de volgende keer in ASO van de Week. Ja.